Ja. Hallo? Ja. Hey, de vlog Leroy, de vlogkoning of gewoon Leroy. In levende lijve en, zoals je ziet, ook nog 10 vingertjes. 2023, ik zou maar zeggen, weer een jaar naar de kloten. De meeste van jullie weten dat natuurlijk. 2023 is voor mij niet een heel best jaar geweest. Maar 2024 zal het niet heel veel beter worden. Althans, het eerste gedeelte van het jaar niet. Misschien later in het jaar wel. Maar ik denk het niet. Maar dat geeft niet. Want in voor- en tegenspoed gaan we gewoon door. Met ups en downs. En je weet het. Tegenwind brengt de vlieger niet omhoog. Dus dat is wat we gaan doen. En ja, struggelen we gewoon door zoals het altijd ging. Ik vraag mij wel af of mijn volgers goede voornemens hebben voor dit jaar. Ik heb zelf jaren daar wel eens aan meegedaan. Het komt nooit uit. En je verzint wat. En je eerste paar weken, paar dagen gaat het prima. Daarna wordt het allemaal niks meer. Maar heb jij goede voornemens? Ik ben heel erg benieuwd. Ik zelf doe daar niet aan. Eén goed voornemen is dat ik, hoe zeg je dat? Een beetje ga begrijpen dat ook ik er mag zijn. Dat vind ik denk ik een hele belangrijke voor dit jaar. Want als je dat meer begrijpt, dan gaat dat hier natuurlijk, zo moet ik doen, niet zo, zo, zo. Dan gaat het natuurlijk tiptop in je hoofd. Dus dat is wel iets waar ik heel hard mijn best voor ga doen. Er wordt aan gewerkt. Dat is een beetje hoe ik erin sta. Ik hoop dat ik ergens van dit jaar wel weer op een gegeven moment heb van... Hey, er vallen wat lasten van mijn schouders en dan gaan we weer vol gas tegenaan. Het is de laatste tijd vrij rustig rondom mij. En dat heeft natuurlijk zo zijn redenen. Maar ik denk dat iedereen wel een beetje begrijpt waar dat vandaan komt. Voor al mijn volgers wens ik jullie allemaal een fantastisch, prachtig, liefdevol, gezegend, noem al die kutzooi maar op, een fantastisch jaar. En ik hoop natuurlijk dat het bij iedereen veel beter gaat als hoe ik ervoor sta. Anderzijds wens ik jullie allemaal gewoon het dubbele toe van wat je mij wenst. Hè? Heb ik ook al in een post gewoon erbij gezegd. Dus wat je mij gunt krijg je twee keer terug. Zo werkt dat. Ik heb wel wat vloggies die ik nog moet bewerken. Ik heb er nog 2 of zo online staan. Die moet ik nog openbaar maken. Het is je denk ik opgevallen dat het wat langer duurt voordat ze online komen. Er gaat ongeveer 1 week of 3 tussen zitten. Dat heb allemaal zo zijn redenen. Ik kan het wel zo vaak doen als ik wil. Maar de video's zijn eventjes op. Dus hetgene wat ik nu heb, dat heb ik in voorraad. Dus vandaar 1 keer in de 3 weken of zo. Ik ben ook bezig met een ander project, maar daar kan ik echt niks over zeggen. En wat misschien wel leuk is, is dat ik misschien wat kortere video's wil gaan maken. Met bepaalde dingen die ik in huis moet gaan doen. Dan moet je denken aan een plankje ophangen, of een ditje, of een datje. Weet je wel, laat maar eens weten of je dat leuk vindt. Want klussen met Leroy, dat wordt lachen misschien, weet ik niet. Maar kijk... Snap je dat? Dus laat maar eens weten of dat leuk is. Want dan kan ik natuurlijk wel... Het zal misschien video's van een kwartiertje zijn of zo. Weet ik veel. Maar daar kan ik wel wat mee spelen. Maar van de vrachtauto's, weet je wel. Ja, dat ga je nu eventjes wat minder zien. Maar daar ging dat hele bericht niet over. Ik wilde alleen maar even zeggen dat ik jullie allemaal een fantastisch nieuw jaar wens. Het is een beetje onpersoonlijk als ik dat zit te tikken zo. Dus vandaar dat ik denk van ik neem het even op. He, daar zijn die kijkertjes ook weer blij mee. Kijk, en een koffietje erbij. Dus, een gezegend, fantastisch, alles, noem het allemaal maar op. Ja, wens ik jullie. En ik hoop dat jullie mij dat ook wensen. Laat vooral even weten onder de video in de reacties wat jullie goede voornemens zijn voor dit jaar. En hopelijk zien we elkaar weer gauw terug bij een gloedje nieuwe vlog. Ik zeg fijne avond en love you.